Elk seizoen zijn ze bij ons en het is ons altijd een groot plezier. En ze worden maar ouder en ouder. Jullie waren kinderen. We hadden geloof ik kussentjes op de stoeltjes zitten toen jullie hier voor het eerst waren. Lucas en Arthur Jussen! Even kijken, er is veel aanleiding. Een nieuwe cd met Franse pianomuziek. Jullie zijn pianobroers, voor de kijkers die net onder een steen gekropen zijn. Er is een documentaire, Jeu, die wordt aanstaande zondag uitgezonden. Theo Louvendi heeft een compositie voor jullie geschreven. In oktober gaat hij in wereldpremière. En jullie gaan met Jaap van Zweden naar Hongkong om het dubbelconcert van Mozart te spelen. Gaat het goed of niet? Ja, volgens mij wel, ja. Ja, de indruk heb ik, hè? Ja. Hoe gaat het met jou? Lucas, je bent de oudste van de twee. Je bent ook wat verder in je ontwikkeling, want je hebt al een echt. Jij zit nog op de middelbare school, toch? Nee, het is andersom. Oh, sorry. Ik ben Arthur. Okay. Dit is de oudste. Nou ben ik het helemaal kwijt. Ik ben Lucas. Nou, we zijn vanmiddag bij, waren bij Dit is de Dag op Radio 1. Toen hadden we naambordjes voor ons staan. Dus ja? Het geeft me aan, het maakt helemaal niks uit. Iedereen nou. Nou ja, het gekke is, en het is fout voor mij. Excuus, maar je ziet ook niet precies wie de oudste is. Dat is ook wel het leuke eraan. De jongste is het langste. Zo moet je het onthouden. Dat is de trick. Dankjewel, Adriaan. Ben ik daar net te laat achter gekomen. Lucas, verhuisd. Ja. Je woont in Madrid. Ik woon in Madrid nu, ja. Je woonde in New York, want je kreeg les van Menachem Presser, was ja, ik had les van Menachem Presser in Amerika. Een onwaarschijnlijke gigant voor de piano. Een ontzettend groot muzikus met een hele grote naam. En nou, ik heb daar heel veel geleerd in mijn tijd daar in Amerika. En het ook heel erg naar mijn zin gehad. Maar na 2 jaar vond ik het tijd voor iets nieuws. Ik had zin in iets fris. Nee, maar iets nieuws. Je bent, nogmaals, dit is een van het Beaux-Arts-trio, is hij, meen ik? Ja. Ja, dit is een van de grote. Ja. Dan zeg jij, nou, na 2 jaar, meneer Prester, sorry, ik ga even voorop kijken. Heel veel mensen zeggen ook, er zijn ook heel veel mensen die het totaal niet kunnen begrijpen. Die zeggen, ja, hoe kun je bij zo iemand weggaan? En, maar... Wat ook zo is, is dat er ook heel veel mensen tegen me zeggen van, nou, het is ook goed dat je ergens anders naartoe gaat. Dus want wie is je nieuwe docent? Wie wordt je nieuwe... Mijn nieuwe docent wordt Dmitri Bashkirov. Dat is een Rus. Een echte Rus. Meer valt er eigenlijk niet over te zeggen. Nou ja, we hebben hem nog niet, want je gaat in oktober pas echt les van hem krijgen, geloof ik. Dit is hem. We hebben een stukje beeld, dan is het een andere pupil. Stel jezelf dus voor in zijn plaats, met enige fantasie. En dan zie je een beetje de militair die deze man ook is, naast een groot muzikant. Laten we even kijken naar jouw nieuwe docent. Arthur, jullie zijn ook gevolgd voor een documentaire, zondag te zien. De première was een paar weken geleden hier aan de overkant, op de Westergasfabriek. Toen zag ik een hoop muzikanten daar en die waren allemaal heel erg enthousiast. Een jaar lang camera's in de nek? Nee, het viel mee, het waren maar een paar dagen. Zeg maar het hele traject van de cd-opname en de dagen die daarbij horen. Dus de fotoshoot en een paar interviewtjes, daar zijn ze bij geweest. Oh. Dus het viel mee. Het is een hele leuke film, het gaat over kroketten. Ja. En over Limburgs wordt er gepraat. Ik heb er echt genoten. Ja, jij vond er zit een mooie scène in. Waarin, Dat ze elkaar stimuleren. Dat je ook zegt, ik leer eigenlijk het meest van mijn broer. Want je moet voortdurend tegen elkaar opbieden. En dan krijg jij, mag spelen in het concertgebouw, Lucas. En dan ga jij naar hem kijken. Dat vond ik een heel ontroerend, want er zat niks... van jaloezie of waarom hij wel en ik niet. Dat is een hele, wat is allemaal zeer close opgenomen. Dus je kunt ook al beweren mensen iets. Het oog zegt vaak iets anders. Maar het was zo dat jullie allebei hadden kunnen soleren bij het orkest. Ja. En uiteindelijk werd er voor jou gekozen. He? Ja, nou ja. Nou ja, zo is het. En dus ben jij ook een beetje teleurgesteld. Maar goed, het is je broer, dus je bent ook weer blij van je broer. Precies. Dus ze spelen van allerlei dingen tegelijk in je hoofd. Wat had er overhand, eerlijk gezegd? In eerste instantie wil je natuurlijk het liefste zelf spelen. Dat is natuurlijk een beetje egoïstisch, maar daar ga je in eerste instantie wel voor. Maar als hij dan moet spelen, dan gun je hem natuurlijk het allerbeste. En misschien gun je het je broer nog wel meer dan jezelf. Mm-hmm. Maar je wil natuurlijk altijd zelf spelen, ja. Ja, we zien jou spelen. We zien jou dan kijken naar je broer. Ja, goed, wat Adriaan zegt is waar. Het oog zegt, ziet veel op zo'n moment. Wil hem op, hè? Tjus, tot zo. Hallo, Meetai. Succes, hè, jongen.
Hetzelfde gevoel van als je iemand die trap afloopt, dan kun je ook niet meer terug. Ja, nog heel even over de, de documentaire. En dan over de Franse muziek die jullie gaan spelen. Dit is uiteindelijk de cover geworden. Klopt. Wel een beetje voor een klassieke cd al een beetje aan de moderne kant. Hè? Maar jullie zijn ook jong. Jullie hadden het nog veel moderner gewild, zagen we in de documentaire. Jullie wilden in onderbroek op de cover. Nou, waarom? Ja. Nou, het was niet zo dat we per se een onderbroek op de cover... Oh ja, zullen we even kijken dan? Ja, er werd gewoon toevallig een leuke foto gemaakt en wij vonden hem... Of zat je toevallig in je onderbroek? Ja, het ontstond wel. Het was niet echt met opzet. Opeens zaten we daar zonder broek. En de fotograaf zei dat dit absoluut werkte. Dus daar zijn we meegegaan. En er is volgens mij wel een hele mooie foto uitgekomen. Ja, ja maar die mogen we niet zien. Maar in de documentaire zien we wel even dat het... En dat wordt ook helemaal... je benen worden ingesmeerd, dat het toch mooi glimt en zo. Laat me even kijken. Dat was wel fijn. Ja, ik ben klaar geboren voor deze foto. Moeten we nog iets doen? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ik voel me wel heel erg vrij zo. Oh, ik kom er nog in smeren ook. Oh, die bruine olie in de gel. Hoppakee. Oh, dit is wel lekker hoor. Als die cd nou in Japan uitkomt, kunnen die Japanners dat wel aan. Het begint toch wel een beetje op die playboy-zoek te lijken. Wie gaat het uitleggen aan papa? Nou ja, dit had hem kunnen zijn. Ja. Het is dit geworden. Ja. Nu de muziek, jongens. Dit is de derde cd. Beethoven, Schubert en nu de Fransen. Fransen zijn moeilijker. Voor Fransen moet je iets ouder zijn. Nou, ik denk vooral Ravel, Poulenc, ja, het is iets heel anders. En ik moet wel zeggen dat in het begin, toen we ermee begonnen, had het er echt moeilijk mee om het gewoon te begrijpen. Want we hadden natuurlijk al heel veel Duitse repertoire, Beethoven, Schubert gespeeld. Maar als je dan begint met die Franse muziek, dan moet je daar toch aan wennen. Leg dat ons eens uit, want je bent technisch tot alles in staat. Je kan het. Wat is er dan moeilijk aan Ravel? Nou, het is de muzikaliteit, de sfeer die er in het stuk ligt. Om die goed te raken, dan moet je ook de muziek begrijpen. En dat is soms lastig. Hoe lang duurt dat? Ja, dat kan soms heel lang duren. Dat kan soms maanden, dat kan soms jaren duren. Ik denk dat je het nooit helemaal begrijpt, denk ik dan. Maar, is het een kwestie van veel luisteren? Of moet je er ook over lezen? Moet je... Luisteren, maar ook hele goede hulp hebben van je leraren. Jan Wijn heeft mijn leraar heeft me daar heel goed bij geholpen. En Lucas trouwens ook. En dan ga je steeds meer vertrouwd voelen op een gegeven moment. En dan word je er steeds zekerder over. Een lakmoesproef, begreep ik. Nogmaals, ik heb me gewoon ingelezen vanmiddag. Jullie zijn de kenners. Zijn de waterdruppels bij Ravel. Dat is hoe heet dat stuk ook weer? Jeudo. Ja. En dan moet je dat ook als waterdruppels kunnen laten klinken. Ja. En dat duurt even. Dat duurt even. Arthur heeft dat stuk opgenomen voor de cd. Maar ja, ik vind het ook een prachtig stuk. En als je het goed speelt, en dat duurt dus even dat proces... Dan klinkt het ook echt als waterdruppels. Tenminste, ik vind het echt als waterdruppels klinken. Zullen we een heel klein stukje laten horen? Ja, de waterdruppels. Het is bij klassieke muziek natuurlijk vaak zo dat... neem Beethoven en Schubert, jullie eerste platen. Dat is al ontzettend vaak opgenomen door de grootste pianisten. Jullie grootste voorgangers hebben dat al gedaan. Tot nu toe hadden jullie de jeugdige overmoed om te denken... nou, schouderduwtje, ik doe ook even mee. Nu word je wat volwassener, beide. Hindert je dat? Hindert het je dat Horowitz, Pollini, Argerich... noem ze maar op, allemaal die stukken hebben gespeeld? Echt hinderen misschien niet, maar je wordt je er wel meer van bewust. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de cd's, maar ook in de concerten die je speelt. Je weet van wat ik speel is al honderdduizenden keren door allerlei fantastische pianisten gespeeld... die het waarschijnlijk nog veel beter dan ik hebben gedaan. Dus wat is dan eigenlijk... Dat laat ze niet zeggen, hoor. Je moet wel zeggen, het is wel heel bijzonder dat ik het ook op de plaat heb gezet. Nee, het is ook ontzettend bijzonder, maar tegelijkertijd vraag je je soms af... Als er al zoveel kwaliteit van die muziek is, wat is dan nog de zin? Maar heeft iedere tijd nou niet een eigen interpretatie? Jawel, daarom. Kijk, wij zijn als persoon, verschillen we onderling al heel erg... maar met die andere pianisten ook heel erg. En
al is het verschil nog zo miniem, er is toch een verschil. Mm-hmm. En dat is dan op zichzelf weer een reden om toch weer op te nemen. Waar, misschien een veel te moeilijke vraag. We zijn 300 jaar verder. Archeologen graven een kist op met cd's. En die horen iets, maar ze kunnen niet. Ze horen dat het Beethoven is, maar ze weten niet wie. Hoe horen ze dat het Jus is? Oh, yeah. Nou, ik denk dat jij dat beter zou kunnen zeggen dan wij. Ben je gek? Ja, jij luistert naar ons. Het is zo moeilijk voor ons om over onszelf te zeggen. Ja. Wat? Ja, of jij, Arie. Dat zou ook kunnen, maar iemand anders. Jongens, we gaan naar jullie luisteren. Ja. Quatremain, met z'n vieren. Wat gaan jullie spelen? Het tweede deeltje uit de Dolly Suite van Gabriel Fauré. Ga naar de piano. Lucas en Arthur Jussen. In de winkels en de documentaire Jeu zondagmiddag te zien op Nederland 2. Adriaan, dankjewel. Tot de volgende. This is an etude by a Russian composer called Kavalevsky.